Wanneer een nieuwe flens aan een leiding is gelast, wordt bij de traditionele testmethode van de leidingintegriteit de gehele leiding onder water gezet en wordt een hydrostatische test uitgevoerd. Dit is zeer tijdrovend en potentieel zeer duur. Met de flenslasttester van Technom Tools kan dezelfde test sneller, veiliger en goedkoper worden uitgevoerd. In de volgende presentatie wordt gedemonstreerd hoe eenvoudig het installeren, gebruiken en verwijderen van de flenslasttester is. Waarbij de snelheid, veiligheid en doeltreffendheid ervan worden aangetoond. Zodra de flens aan de leiding is gelast, wordt een pakking aangebracht waarna de flenslasttester kan worden geplaatst. De bouten van de flens worden aangebracht en vervolgens handmatig aangedraaid. De activeringsbout voor de afdichting wordt aangedraaid, waardoor de gepatenteerde Passi-seal uitzet en tegen de leidingwand komt. Hierdoor wordt de flenslasttester in de leiding gecentreerd en ontstaat een tijdelijke testkamer. Nadat water in de testkamer is toegevoerd via de middelste of onderste vulpoort en alle lucht is afgevoerd via de bovenste poort, kan de druktest op de traditionele manier worden uitgevoerd. Er wordt nog meer water in de testkamer gepompt om de druk op te voeren totdat de juiste druk voor de hydrostatische test is bereikt. Deze druk wordt aangehouden gedurende de testperiode. Als u de flenslasttester wilt verwijderen, laat u eenvoudigweg de druk zakken en het testmedium weglopen. Eerst worden de bouten van de flens losgedraaid en vervolgens de activeringsbout voor de afdichting. De flenslasttester kan nu uit de leiding worden verwijderd.